Innovatie. Vernieuwing. Vernieuwende producten en diensten ontwikkelen en deze voor het eerst naar de markt brengen. Wie veel en goed innoveert, heeft een kans succesvol te zijn in de toekomst. Wie achterblijft, is gezien. Een eerste en heel belangrijk innovatiedomein gaat over de digitale toekomst van België. Daar hebben we een plan nodig dat ervoor zorgt dat burgers, bedrijven en overheden snel de wereld omarmen, zodat we onze welvaart ook in de toekomst kunnen behouden. Kijk zeker eens naar het filmpje over digitalisering op deze website. Een tweede innovatiedomein gaat over maakbedrijven. Dat zijn bedrijven die dingen maken, fysieke dingen maken, zeg maar fabrieken. Die fabrieken moeten zo snel mogelijk veranderen naar fabrieken van de toekomst. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat die bedrijven, die maakbedrijven, hier blijven en zelfs groeien en groter worden. We weten uit ervaring dat de huidige fabrieken van de toekomst meer jobs creëren in België. Ook al investeren ze dan stevig in automatisering. Concreet vragen we drie dingen. Ten eerste de bestaande overheidssteun voor de onderzoekers behouden. Die maatregel zorgt er namelijk voor dat ons land aantrekkelijk is voor innoverende bedrijven. En ten tweede vragen we dat het innoveren van businessmodellen op dezelfde manier behandeld wordt als alle andere vormen van onderzoek en ontwikkeling. Tot slot wijzen we dan ook graag op de noodzaak om de samenwerking rond innovatie tussen de federale en de regionale overheden te verbeteren. Want ook hier is samenwerking beter dan versnippering. Kortom, willen we graag een gecoördineerd innovatiebeleid. Dat ervoor zorgt dat we morgen mee zijn met de digitale revolutie en de evolutie naar fabrieken van de toekomst. Wil je meer weten? Lees dan alles over innovatie op deze website.